plenaire sessies gaan afsluiten. Ik ben Nolan Noordzij, buursportscoach voor de gemeente Rotterdam, combinatiefunctionaris e-sports en jongeren en e-sports en ouderen. Daarnaast heb ik 3 jaar geleden House of E-sports opgericht, omdat ik de potentie en de krachten van e-sports en gamers zag. Ik ben zelf een gamer. En daarnaast wou ik dat graag voor een breed publiek toegankelijk maken. Ik heb ontzettend kort. Ik kan hier uren, dagen, jaren over praten. Dus ik moet heel snel zijn. House of E-sports gestart 3 jaar geleden. Ik neem jullie mee over de duurzaamheid en een stukje integratie vanuit mijn functie als combinatiefunctionaris. Maar ook hoe ik zie hoe we gamen kunnen integreren binnen gemeentes en binnen organisaties. Wie ben ik? Ik ga er heel snel doorheen. Nolan, ik voetbal elke woensdag en zaterdag bij Leonidas. Opgegroeid in een klein dorpje Goeie Overflakkee. 4 jaar geleden de overstap naar de grote stad gemaakt. Nu woonachtig in Bloemhof. Grootste passie naast het game. Ik wou ooit in de Kuip spelen, dat is helaas niet gelukt. Maar daarnaast heb ik heel veel tijd achter het scherm doorgebracht. Zowel alleen als met vrienden. Ik zeg altijd, gezonde levensstijl is een belangrijk onderdeel. Maar ik kan niet ontkennen dat er ook een biertje en een snackschaal voorbij kwamen op de zaterdagavonden. Maar als je alles in balans doet, is dat niet erg. Daarnaast zorg ik in het weekend voor een pleegkindje. Waarin ik naast al mijn hobby's en mijn werk veel energie uithaal. En wat ik zei, combinatiefunctionaris e-sports, waarbij ik probeer om zoveel mogelijk partijen de kansen van e-sports te laten zien en te kijken hoe de doelstellingen door middel van gamen en gamification behaald kunnen worden. En daar is House of E-sports uit ontstaan. Nou, waarom ben ik nou gepassioneerd over e-sports geraakt? Is omdat er zoveel kansen zijn dat ik aan een half uur niet genoeg heb. Ik heb ze heel kort een beetje opgezond. Het is technologisch, innovatief, strategisch. Daarnaast heeft het ontzettend veel educatieve potentie. En is het een middel om de jeugd te bereiken. We hebben het in de afgelopen sessies al gezien. En het kan stimuleren tot bewegen. We zitten nog in een vroege fase in Nederland. Waarin het in andere landen al een stuk verder is. We kunnen hier nog een claim leggen op heel veel verschillende manieren. We kunnen het integreren in educatie, we kunnen cognitieve en sociale vaardigheden bijbrengen bij zowel de oudere generatie als de jongere generatie. En ik ben het gestart van en voor Rotterdammers en dat is wel een belangrijk gegeven, omdat ik denk dat degene die e-sports of de kartrekker gaat worden, de taal van de stad moet spreken. Ik kan heel goed het verhaal vertellen, maar op het moment dat het een succes moet worden bij jouw stad, bij jouw vereniging of in jouw gebied, ben ik niet de juiste persoon. Ik kom tot een heel eind, maar om het echt een succes te laten worden, moet je het dialect of de taal van de stad spreken. Ik heb het ook ingericht vanuit een MVO-gedachte, omdat de analyses waren dat e-sports heel veel geld mee te verdienen, commercieel. Daar liepen we in Nederland al mee achter en toen dacht ik maar waarom wordt het nog niet maatschappelijk ingezet. Het heeft mij zoveel gebracht in mijn ontwikkeling. Ik heb een tweelingzusje en mijn tweelingzusje heeft dezelfde opvoeding gehad, dezelfde klas, dezelfde sociale kringen. Maar uiteindelijk kon ik eerder Engels. Ik heb een sociaal netwerk opgebouwd. Dus het heeft mij in mijn ontwikkeling zoveel gebracht dat ik dacht het is zonde dat dat stukje onderbelicht blijft. En dat er vooral alleen de negatieve dingen in het nieuws komen over gamen. En een stukje talentontwikkeling. Hoe heb ik dat gedaan? Het is wel grappig, de gemeente Rotterdam was hier net. Ambitie e-sports hoofdstad van Nederland. 3 jaar geleden klopte ik daar aan de deur en toen ben ik eigenlijk lachend weggestuurd. Ze zeiden, ga jij je spelletje maar spelen. Heel leuk dat je dat nu hebt gedaan. Maar dat is toch geen sport of dat is toch een hobby. Daar gaan wij niet over. Dan heb ik gezegd, geef me alsjeblieft de kans. Ik zie daar ook een paar van sportbedrijf. Iedereen met hetzelfde insteek van, het is toch niet ons pakje aan, dat spelletje spelen, daar zien we het niet, wij zijn van bewegen. Nou, toen heb ik 1 presentatie mogen geven. En gelukkig heeft iedereen zich verontschuldigd en de potentie gezien en hebben we gezegd, oké, we gaan nu de schouders eronder zetten. En we gaan vanuit sport, gaan we kijken hoe we e-sports kunnen gebruiken. En hoe ik dat heb gedaan is op een gegeven moment waren de negatieve stigma's. Het is verslavend, je beweegt niet, je zit alleen maar. Toen heb ik gezegd van maar wat is dan belangrijk? En ik moet iets hebben waar ze eigenlijk geen nee op kunnen zeggen. En dat is dat stukje balans.
Want ik stimuleer kinderen niet om 8 uur achter een scherm te gaan zitten. Ik probeer ze intrinsiek te motiveren en daarmee een balans in hun leven aan te brengen waar gamen een perfect en een heel mooi middel voor is en een eigen tijdse middel. Daarmee hebben we een educatie. En dit is allemaal tweeledig. Educatie is enerzijds dat ik stimuleer dat ze gewoon naar school moeten gaan. Maar aan de andere kant biedt het gamen een vorm van educatie. Denk aan Minecraft, wat ik net voorbij heb horen komen. Ruimtelijk inzicht, creatief vermogen. FIFA met inzichten, strategieën. Al die educatieve potentie zit al in de game zelf, zonder daar iets voor te doen. Dan is het sporten heel belangrijk. Het is, om een goede gamer te zijn moet je ook fysiek en mentaal gezond zijn. Dus dat is wat we stimuleren. Maar dat heeft geen zin om dat geforceerd er doorheen te duwen. Want als ik nu tegen iedereen vraag, jongens, we gaan nu, jongens en meiden, we gaan nu 10 keer opdrukken. Dan hebben we dat gedaan, heel leuk, maar als we thuis zijn gaan we dat nooit meer doen. Er zullen een aantal zijn die dat wel doen. Maar het gaat erom dat we een motivatie moeten vinden waarom je het doet als je het ook thuis bent. Dus dat is wat de kinderen meegeven, of de jongeren. Wil je een goede gamer worden, dan moet je ook gezond zijn en je eetpatroon aanpassen. En je moet ervoor zorgen dat je fysiek gezond bent. Gezondheid in de breedste zin van het woord, dat is zowel mentale als fysieke gezondheid. Dus ervoor zorgen dat je je sociale netwerk opbouwt, dat je leert communiceren, maar dat je ook gezonde voeding hebt. Dat je niet dat blikje Red Bull wat iedereen associeert met een gamer, maar dat je dat flesje water pakt. Dat je niet in je zolderkamer zit, maar dat je hopelijk in de toekomst bij een sportvereniging of bij een e-sportsvereniging je hobby kan uitoefenen. En een stukje welzijn, en dat is inderdaad je sociale contacten behouden. Isoleer jezelf niet en zoek die balans in die verschillende elementen die je hebt. En dat allemaal rondom gamen. Het gamen zelf, een stukje vrije tijd, iedereen kent het. We zijn straks, gaan we naar huis, een zware dag, veel informatie. De een leest een boek, de ander die gaat sporten. Maar heel veel van de nieuwe generatie en ik zelf ook start graag een spelletje op om heel even je hoofd leeg te maken. Dus dat is een heel belangrijk element van het gamen, maar daarnaast ontwikkel je jezelf er ook mee. Wij doen ontzettend veel en het is niet zo dat ik hier producten aan het verkopen ben. Ik hoop jullie te inspireren en goed over te brengen, dat iedereen het op zijn eigen manier kan integreren bij een gemeente of bij een vereniging, zodat e-sports echt het verschil kan gaan maken. Ik licht de Game Gym toe. Toen met Sportbedrijf Rotterdam was dat eigenlijk het grootste probleem. Gamen, dan bewegen ze niet, dus ik wil dat ze gaan bewegen. Dan hebben we gezegd, nou oké, dan gaan we het fysieke component toevoegen. En dat is door middel van games en gamificatie leuke uitdagende beweegsituaties creëren voor mensen die oorspronkelijk niet zoveel bewegen. De docenten die zijn hier toevallig ook aanwezig en we hebben gekeken naar hoe kunnen we dan die game elementen in de sportzaal terugbrengen. En dat gaat op verschillende manieren, maar dat doen we dus niet alleen voor de jongeren. Maar we zijn toevallig 2 weken geleden gestart ook met senioren, met de muur die we hier achter hebben staan. En met de VR-brillen hebben we beweegactiviteiten en we doen het met game buddies. Dat doen we met lichtverstandelijke, beperkte, autistische kinderen. Omdat gamen atletische gelijkheid met zich meebrengt. Maakt niet uit of je dik of dun bent. Achter dat scherm kan je goed worden door te trainen. En dat is wat we hebben getest. En we zijn er nu een pilot voor aan het starten om structureel vanuit game buddies een project te starten. Een kort filmpje waarin jullie kunnen zien hoe we dat hebben gedaan.
Nou, hierin zagen we de Senior Games vanuit de gemeente Rotterdam en Sportbedrijf Rotterdam georganiseerd. Maar het is wel goed om te weten, dit is een super mooi filmpje waarin we een aantal ouderen actief zien met de producten die we hebben. Alleen ook voor de Game Buddy doelgroep, voor de mensen met een lichtverstandelijke beperking, is het traject ontzettend moeilijk. Het is nieuw, het is uitdagend. Mensen weten nog niet het ecosysteem van e-sport, zoals Johan dat in de vorige sessie heel mooi noemde, is er nog niet. Dus we zijn nog met elkaar aan het leren om te zwemmen. En deze resultaten die zien er soms mooi uit, alleen het proces is ontzettend zwaar en heeft een lange adem nodig. En ik kan ook zeggen dat ik niet de Holy Grail hier aan het verkopen ben. Het is echt moeilijk om de aantallen te behalen die je wil behalen, maar de potentie die erin zit en het enthousiasme en het draagvlak die je nu steeds meer begint te krijgen, maakt het proces wel steeds makkelijker. De manier hoe wij het doen is, we hebben verschillende situaties gecreëerd in Rotterdam. Zo zitten we op 35 basisscholen waar we clinics geven. Die clinics bestaan uit 2 weken waarin we de les overnemen van de vakdocent. We geven de LTU-lessen, dat is leertijduitbreiding. Wij hebben een game in de maatschappij curriculum ontwikkeld waarbij we 18 weken lang, en ik hoorde net al een vraag in de vorige sessie, waarom gaan we van event naar event? Ik vond dat een hele fijne vraag, want daar ben ik niet van. Ik ben geen eventmanager, ik ben ook geen eventorganisatie, daarvoor ben ik dit niet gestart. Ik wil impact creëren en impact creëren doe je niet door 1 keer je trucje te laten zien. Nee, dat doe je door wekelijks of structureel aanbod te voorzien. En we hebben dat vanuit de leertijduitbreiding met het onderwijs weten te bewerkstelligen door een 18 weken programma op zowel de Game Gym die we net hebben gezien, als Game in de Maatschappij, waar de digitale schijf van 5 centraal staat, aan te bieden binnen het onderwijs. De doelgroepen, en dat doen we ook overigens op pleinprogramma's met welzijn. We hebben ook de link gemaakt met verschillende welzijnsorganisaties. Ik hoorde net een mooi verhaal van Dynamo in Eindhoven. Nou, zo zijn wij met Humanitas en DOC in Rotterdam actief, waarin we in de huizen van de wijk, maar ook op de pleinen waar het nodig is, met onze fysieke, maar ook onze gameactiviteiten actief zijn om die jongeren een besteding te bieden waar ze zichzelf ook kunnen ontwikkelen en hun talenten ook kunnen inzien. De resultaten specifiek voor de Game Gym, en dit zijn mooie termen die de sportdocent hebben opgeschreven waar mijn achtergrond niet ligt. Ik ben een opgeleid marketeer. Maar dat is het impliciet aanleren van motorische vaardigheden en kennis. En dat is natuurlijk super gaaf dat je de beleveniswereld van de game naar de echte wereld haalt om ze te motiveren om te bewegen. En dat doen we met verschillende methodes. Ik kan ze zelf niet benoemen, maar daar gaan we graag mee in gesprek met de vakdocenten die deze methodes aan het schrijven zijn, als daar nog meer informatie over is. Waarom werkt het? Het werkt omdat ik elke week minimaal 150 gillende kinderen op mijn locatie heb, dus dat is super fijn. Maar de reden dat dat werkt is engagement en plezier. De reden dat het werkt is omdat wij hun leuke spelletje in het echt vertalen en dat is wat zij zelf kiezen om te doen. Ik hoorde de gemeente Eindhoven of een gemeente zeggen van een game ontwikkelen is ontzettend duur. Dat is ook zo. Maar het is ook nooit zo leuk als het spelletje wat gemaakt is voor entertainment business. Dus mijn reden altijd achter is geweest, is ga niet zelf een game bedenken. Ga de games die er zijn op een goede manier inzetten. Want dat is de game die je gaat spelen. Ik vind het leuk om een potje Fortnite te spelen of FIFA. Maar als er een Fortnite game net niet met de budgetten wordt gemaakt als de game developers hebben, wat tussen de 1 en de 10 miljoen en soms wel eens honderden miljoenen ligt, wil ik graag die games gebruiken waar al zoveel geld in gegaan is, om ze intrinsiek te motiveren. En om de gamegedachte te vertalen. Want dat is uiteindelijk de reden dat ik dit gestart ben, is met gamen heb je altijd een trigger om te winnen. Ik weet niet of we Mario Kart kennen, maar Mario Kart start je met 8 man en als je achterin zit krijg je de gekste items, je wordt met een kanon naar voren geschoten, zit je weer midden in het peloton en kan je de nummer 1 weer inhalen. In de huidige maatschappij, in de prestatiemaatschappij waarin we nu zitten,
Wordt dat niet gestimuleerd. Je staat één en de beste blijft de beste. En de laatste moet ontzettend hard werken, maar is soms motorisch niet in staat om daar te komen. Ik had vroeger het geluk dat ik motorisch sterk was. Dus ik zat altijd bij bijna elke sport wel bij de top 5 van de best presterende kinderen. Dat gaf mij een vorm van zelfvertrouwen en die had ik al. Maar vrienden van mij waren motorisch minder onderlegd of hadden een vorm van overgewicht. Die werden gedemotiveerd, want die haalden de eerste piepjes van de piepjestest niet eens. En toen heb ik gezegd van, maar met gamen, als we dat integreren, waarom maken we het piepje voor degene die achteraan staat niet langer? Ik heb in een vriendenteam gevoetbald, waar ik met 10-0 van het veld werd gespeeld. Deze zaterdag weer 11-0 verloren. Waarom, als we met 5-0 achter staan, wordt de goal van de tegenstander niet 2 keer zo groot? Tellen doelpunten dubbel. Een manier om het spelelement te veranderen, waardoor je als achterstaande gemotiveerd wordt en de kans hebt om toch te winnen. Net zoals bij elk spelletje. Want ze willen niet dat je afhaakt. Ze willen dat je blijft spelen. En door te blijven spelen moet je die kans hebben om te blijven winnen. En waarom integreren wij dat niet in de traditionele sportwereld? Dit is een testje, maar ik denk dat we er geen tijd voor hebben. Wat we met de jongeren en de kinderen doen is rondom slaap. Dat is een belangrijk thema bij ons. En dit is een checklist die we afgaan. Hoe we het doen en een bewustwording creëren van hoe lang je eigenlijk moet slapen. Ik schrok er zelf ook van. De kinderen die we lesgeven, bijna niemand komt eraan helaas. Maar het is wel mooi om daarmee bezig te zijn, omdat we daarmee ook kunnen zeggen van door goed te slapen kan je beter gamen. Dus dit is een checklist voor rust en slaap. Maar dat koppelen we aan de harde schijf en de analogie maken we met gamen. Jij slaat je spelletje op, maar als je niet genoeg slaapt, is je hersenen zijn niet in staat om je eigen leven op te slaan. Dus dan moet je dingen maar over en over spelen en dat wil je op je spelletje niet. En dat wil je in het echte leven ook niet. Dus daarin maken we elke keer weer de vertaling naar dat gamegedrag wat de jongeren aanspreken. En dan was het altijd, tegenwoordig is het een stuk minder, maar de strijd van is het dan sport wel of niet goed voor je? En ik heb een beetje vergelijkingen zijn er genoemd. Met sport speel je met een team of alleen samen tegen een tegenstander. E-sport is exact hetzelfde. We gamen en we moeten de tegenstander verslaan. Met sport is communicatie ontzettend belangrijk. Als ik in het veld sta en ik kan niet mijn spelers vertellen waar ze heen moeten gaan of diep in de bal kaats. E-sports exact hetzelfde. Als ik League of Legends speel is het ontzettend belangrijk dat mijn jungler, dat ik daarom een gang vraag. Het is moeilijke taal, het is een andere taal. Ik zal hem nu al even in Nederlands zeggen dat de middenvelder van achteren aankomt vallen om mijn tegenstander te verslaan. Dus dat is net zo belangrijk als bij e-sports als bij gewone sport. Hard werken voor elkaar, dat is hetzelfde met e-sports als gewone sport. Wij moeten trainen, we moeten ervoor zorgen dat we de karakters kennen, dat we het spel kennen en op die manier de wedstrijden kunnen gaan winnen. Verschillende types, uitvoeringen en doelen. Dat zit in sport, want sport is niet alleen maar het fysieke aspect, maar het is ook het bij elkaar komen, afspraken nakomen, communiceren, strategie. En dat zit exact ook in e-sports. Het is hoe je het wil inzetten en in het breedste zin van het woord kan je game en e-sports op elke manier inzetten. Heel concreet in voorbeelden waarin wij actief zijn binnen de gemeente Rotterdam en vanuit House of Esports zijn de vertalingen in de producten. Dat is Real Life Mario Kart, Real Life Fortnite en Real Life FIFA. Waarin we naast dat we de maps maken en dat we de game online of van online naar offline halen, zijn we daar dus nu ook beweegdoelen aan het koppelen. Vanuit het basisonderwijs, maar ook vanuit het voortgezet onderwijs. Puur en alleen om die continuïteit te waarborgen. Wij willen dat gamen geïntegreerd wordt in het traditioneel aanbod. En of dat nou welzijn is, sport is, de gemeente. Dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Want ik denk dat dit is de toekomst. En we zijn eigenlijk al te laat begonnen. Onze hybride producten, dat zit hem vooral in VR en de Game Jam. Nou, het staat hier achter.
Wij zijn geen VR-experts. Er kan zo ontzettend veel met die producten dat ik ze niet allemaal kan noemen. Maar ik kan wel kijken wat leuk is. Een voorbeeld hiervan is Beat Saber. Dan heb je een soort laserzwaarde waar je op de maat van de muziek blokjes moet raken. Ontzettend intensief. Dus je krijgt de kinderen in beweging. Je laat ze letterlijk een andere wereld, de virtuele wereld, ervaren. Maar je laat ze daarmee ook triggeren en inspireren. Want wat wij ook altijd doen is, wij geven ze de middelen, maar wij geven niet de uitkomsten. Dus wat ik altijd aan de jongeren vraag is, maar wat zou je zelf willen? We gaan eentje terug nog met Real Life Fortnite. De eerste les dat we die hebben gegeven, die ziet er compleet anders uit dan dat we het nu doen. Maar de kinderen zelf, die spelen het spel. Je hebt de Battlebus, maar je hebt ook dat je een rebootkaartje krijgt als je wordt afgemaakt. Die hadden wij niet in het fysieke spel verwerkt. Na de eerste 3 potjes zeiden ze, maar meester, waar is de rebootbus dan? Die is er niet, volgende week komt die er wel. En zo mogen ze zelf meedenken aan het programma, aan de lessen. En hebben ze uiteindelijk het idee dat ze zelf een les hebben gemaakt. Dus ze hebben een stukje eigenaarschap over de producten die ze zelf uiteindelijk gaan uitvoeren. En dat is met VR, dat is met de games en wel, dat is met alles wat we aanbieden. Het is een middel en gebruik gamen, gamification of e-sports dan ook om de taal van de jongeren te spreken. Dit is nog een filmpje over Summer of Esports, waarin wij in de wijken actief zijn geweest. We zijn hier in House of Esports. We zijn een onderdeel van Summer of Esports. Ik ben naast de oprichter van House of Esports combinatiefunctionaris voor de gemeente Rotterdam op het gebied van esports en gamification. En de gemeente Rotterdam heeft eigenlijk gezegd, in de zomerperiode, voornamelijk vorig jaar tijdens de coronapandemie, willen we iets doen voor de jongeren. Toen hebben we gezegd van, dat gaan we doen door middel van gamen en gamification. En dit is de tweede editie waarbij we een breedsportprogrammering hebben en een eikenprogrammering. Eikenprogrammering gaat voornamelijk over grote evenementen die 2 keer zijn plaatsgevonden. En wat we hier zien is de breedte programmering die voor de wijken is en die voor de breedsport is. Is alles wat hieruit voortvloeit tijdens Summer of Esports, maar ook alle andere concepten, gebaseerd op de filosofie van game in de maatschappij. En dat is eigenlijk opgericht om de negatieve stigma's van gamen weg te nemen. En dat hebben we verwoord in een curriculum waarbij we 18 weken lang met kinderen aan de slag gaan om vanuit de digitale schijf van 5 cognitieve en sociale vaardigheden te verbeteren. En daarbij is het heel goed dat we nu kunnen laten zien vanuit projecten zoals Summer of Esports, waar gemeentes achter staan, maar activiteiten vanuit House of Esports, waarin we laten zien wat het voor de jongeren en kinderen kan betekenen en dat ze op positieve manier stimuleren. Yes, nou, ik kan nog even doorgaan. We zagen in het filmpje ook mooie linken met drones, educatie, techniek, stimuleren van talenten. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ik ga ook graag verder met jullie in gesprek als daar behoefte naar is en vragen over zijn.